Ik ga het niet zo doen, ik moet het van een briefje, maar de intentie is hetzelfde. Ik ben Doere de Jong bekend geworden door de documentaire Nederwit, de movie. In deze documentaire heb ik de beeldvorming, het zijn allemaal criminelen, doorbroken. En heb ik de waanzin wel verkopen en niet verbouwen, zichtbaar gemaakt. Met de bedoeling om een doorbraak te forceren in de wiettragedie die middels een verbod door de autoriteiten is gecreëerd. Ik ben hier nog steeds fanatiek mee bezig. Want het is natuurlijk krankzinnig dat we een pas nodig hebben om van een nobele plant te kunnen genieten. Een regelrechte verkrachting van de individuele integriteit. Als we naar de kroeg toe gaan, moeten we dan een drankpas bij ons hebben. Ingeschreven staan en alleen giraal kunnen betalen. Ik dacht het niet. Terwijl alcohol toch de meest giftige, verwoestende drug is die we hebben en waar desondanks alom fanatiek reclame voor wordt gemaakt. Geen probleem. En dan moeilijk doen over cannabis, over een dubbele moraal gesproken. Het is een gospe. De wietpas is dan ook de zoveelste pestmaatregel, een breekijzer om het cannabisbeleid te ontwrichten. Donner zei het al, de druppel en de steen. Oftewel, als je maar lang genoeg doorettert, bereik je je doel wel. Dat doel is het om zeep helpen van het cannabisbeleid om uiteindelijk tot een verbod te komen. De wietpas wordt zogenaamd ingevoerd om de buitenlandse EU-medeburgers te weren. Met deze pas kun je dan een product kopen wat niet verbouwd nog aangeleverd mag worden. Daarna ga je belasting heffen op de verkoop van het niet bestaande product en noemt de Hoge Raad... Winst gemaakt in een koffieshop is geen crimineel geld. Vervolgens wordt de teelt van de wiet nog grotesker aangepakt. De achterdeur nog steviger gebarricadeerd. De kweker de zondebok. Met het invoeren van zo'n pas faciliteer je in feite de teelt. Een ander aspect, al dus volgens advocaat Spong, is dat je een pas krijgt om een strafbaar feit te plegen om zodoende een bewijs tegen jezelf te creëren. Nu is het bij wet verboden om jezelf schuldig te verklaren. Dus hebben we hier te maken met een onmogelijke problematische situatie. Willens en wetens gecreëerd door de overheid. Advocaat Spong noemt zulke mensen schijnheilige rotzakken. Nou moet je niet gaan schelden, maar ik vind wel dat hij zich zwak uitdrukt. Dit is pure onderdrukking en complete waanzin. Het ergste is dat een overheid hiermee weg kan komen. Het illustreert het volledig falen van de politiek in het algemeen en de rechterlijke macht in het bijzonder. Rechters die de samenleving tegen een dergelijke idioterie dienen te beschermen, laten het vaak afweten. Zij laten zich door de overheid in een spagaat dwingen en hanteren dientengevolge een hypocriete, contraproductieve en illusoire rechtspraak. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd en fungeren als lakei van de macht. Terwijl rechtvaardigheid in het belang van de samenleving hun doel zou moeten zijn. Hopelijk staat... Fantastisch. Hopelijk staat er een rechter op die zijn rug recht weet te houden en een eind maakt aan deze onzin. Bijvoorbeeld door mij onschuldig te verklaren. Want onder het vorige afrekenkabinet met het ministerie van Veiligheid en Justitie, geleid door Opstelten en Teven, de vorming van de nationale politie, het ondermijnen van de rechterlijke macht, de disproportionele repressie en de afbraak van de persoonlijke vrijheid, dreigt steeds meer een politiestaat aan de horizon. Partijen zoals de christelijke partijen, de PVV en de VVD, dienen hierop afgerekend te worden. Een VVD die nota bene het niet ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer als basisprincipe pretendeert te hanteren, breekt tegenwoordig het recht op zelfbeschikking, waar het in feite in gaat, fanatiek af. Het Calvinistisch liberalisme. Ze denken dat ze zo ruimdenkend en progressief zijn. En zie nu eens hoe bekrompen, krampachtig, repressief ze op het geestverruimende cannabis reageren. VVD, kampioen betutteling. Meer vrijheid voor hunzelf ten koste van de zwakkeren.
Je bent vrij om datgene te doen wat je verteld wordt dat je mag doen. Het polariseren van de samenleving, de tussenstellingen tussen arm en rijk vergroten. Het stimuleren van de consumptiemaatschappij. Je geluk zoeken in materialisme, zodat er zoveel mogelijk aan je verdiend kan worden. De burger is verworden tot consument. Als je in deze competitie slag kan meekomen, beloof je 1000 euro. Zo niet, dan ben je een loser en kun je wel bij het grof vuil. Een ware liberaal kan dan ook nooit tegen het legaliseren van cannabis zijn. Ze vallen dan ook keihard door de mand. Het CDA spreekt over het groene gif. Ze hebben geen last van gebrek aan kennis en wederzijds respect. Hebben ze blijkbaar nog nooit van gehoord. Op de stoel van de schepper gaan zitten is toch wel een erg arrogante houding. En zou eigenlijk met een bliksemflits beslecht moeten worden. Zijn permanente afwezigheid is hun redding. Cannabis, een geestverruimende plant. Je wordt er vredelievend, vriendelijk en verdraagzaam van. Alhoewel je door dit soort types daar nog op de proef wordt gesteld. Zonder cannabis zou het er waarschijnlijk slecht voor hen uitzien. Want je gaat er beter van relativeren, krijgt meer empathie met je medemens. Je kan een beter inzicht in jezelf, de wereld waarin je leeft, mee verkrijgen. Bovendien gaat er niemand aan dood en is een tevreden roker geen onrust gestoken.